Vanaf 2007 zal de hoge snelheidslijn Brussel-Amsterdam via Antwerpen Centraal verlopen. Om dit mogelijk te maken moet er een dubbele spoortunnel met een lengte van ongeveer 1230 meter onder de Antwerpse woonwijken geboord worden. Deze boorwerkzaamheden worden met een zogenoemde Slurry Shield tunnelboormachine uitgevoerd. Deze machine bestaat uit twee hoofdgedeelten. Eerst is er het schild met het snijrad dat de grond weggraaft. Achter het schild bevinden zich drie volgwagens die de logistiek verzorgen van het gehele boorproces. De totale lengte van de machine is 60 meter. Het gewicht bedraagt zo'n 700 ton. Het boorfront, dit is de verticale grond die nog net niet is weggegraven door het snijrad, wordt ondersteund door bentoniet. Dit bentoniet wordt door een luchtkussen op druk gehouden. De juiste druk wordt berekend aan de hand van de heersende grond- en waterdrukken. De afgegraven grond vermengt zich met het bentoniet. Zo ontstaat onderaan een mengsel van grond en bentoniet dat met een afvoerleiding naar een scheidingsinstallatie gepompt kan worden. Daar worden de grond en het bentoniet opnieuw gescheiden. Het bentoniet kan teruggewonnen en via een aanvoerleiding naar de tunnelboormachine teruggebracht worden. Op de eerste volgwagen bevindt zich de stuurcabine van de tunnelboormachine. Hier worden ook de door een werktreintje aangevoerde segmenten verzameld. Deze segmenten vormen in definitieve fase de tunnelwand. De tweede volgwagen is voorzien voor de verschillende pompen, de mortelcontainer en ook voor de elektrische installaties. Op de derde volgwagen kunnen de leidingen, kabels en sporen die voor het gehele boorproces nodig zijn, verlengd worden. Als er 1,5 meter grond is weggeboord, kan begonnen worden met de plaatsing van de betonnen segmenten. De Erector, een speciaal ontwikkelde hydraulische arm, neemt segment per segment op, draait zich naar de positie waar het moet komen en plaatst het segment. Eén tunnelring van 1,5 meter bestaat uit 7 segmenten en 1 kleinere konische sluitsteen. Elk segment op zich weegt zo'n 5 ton. Om een element te kunnen plaatsen, worden eerst de betreffende vijzels teruggetrokken. Deze vijzels leveren de kracht waarmee de tunnelboormachine zich door de grond beweegt. De tunnelboormachine steunt zich dus af op de reeds gebouwde tunnel. Zodra een volledige ring geplaatst is, kan het boren worden hervat en wordt tevens de ruimte tussen segmenten en grond met mortel geïnjecteerd. Dit was een beknopt overzicht van de werking van een Slurry Shield tunnelboormachine. Deze en ook andere tunnelboortechnieken zijn de voorbije jaren enorm geëvolueerd. Niet alleen beschikt men nu over een veilig en efficiënt boorproces, tevens wordt de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt.